De homo's in Amsterdam zijn helemaal niet zo links. Want die worden namelijk de hele tijd lastiggevallen. Die zijn namelijk best wel rechts. Dus ik begrijp wel waar Frits dit zei. Ja, hallo. Als Poot er straks niet meer is, wie zorgt dan nog voor tegengas in dat kleffe Hilversum? Word nu lid. Eenmalig 5,72 voor 5 more years. Frits Hoefnagel, ja, toch uit Pride Amsterdam vanwege zijn mening. Ja, dat is idioot, hè. Als je een club vertegenwoordigt die aan inclusiviteit doet, dan zou je ook zeggen dat mensen met een mening die niet helemaal overeenkomt met linkscorrecte, dat je die juist omarmt. Dus dan is het dus vreemd dat hij weg moet. Frits Hoefnagels had op de radio gezegd dat we allemaal denken van, oh, wat is een zielig kindje daar op Lesbos. En dat is ook een zielig kindje. Maar, heeft hij gezegd, er zitten ook misschien ouders achter van wie je niet weet of het zielige mensen zijn. Dat kunnen net zo goed IS-terroristen zijn. Wij zien een kind en denken dan, oh, wat zielig. Terwijl we zien niet die vader die erachter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd. En de moeder die erachter staat die dat heeft gefaciliteerd. Hij had het zo niet moeten zeggen, maar dat hij daar iedereen achter zich aankrijgt en dat die Pride mensen als een soort juffertjes achter hem gaan staan en zeggen je moet weg, daar klopt niks van. En wat het meest interessante is, en dat heeft nog helemaal niemand gezegd, de homo's in Amsterdam zijn helemaal niet zo links, want die worden namelijk de hele tijd lastiggevallen. Die zijn namelijk best wel rechts. Dus ik begrijp wel waar Frits dit zei. Ja, het was natuurlijk zo sneu voor een deel van de achterban wat Frits allemaal gezegd heeft over de arme vluchtelingen en de kindjes. En denk, oh, dus je gaat dus wel staan voor een deel van de achterban die je beledigd hebt, maar het deel van de achterban dat achter jouw mening staat, die laat je in de kou staan. Kijk, ik vind, je moet hem wel op aanspreken, maar wat er dus nu gebeurt, en dat zie je steeds meer op internet, ter linkerzijde, maar ook ter rechterzijde, dat je een soort lynchpartij krijgt. En dat is met Frits ook gebeurd, terwijl dat dan best een schat is, hè, met zijn lieve liberale hoofdje altijd. En er is een totale lynchpartij uitgebroken op die man. En daar heeft hij aan toegegeven, en dat vind ik wel heel ernstig. Als hij vindt dat hij daar geen gelijk had, had hij excuus moeten maken, maar hij had nooit moeten aftreden. Dat had hij nooit moeten doen. Even heel eerlijk en open. Frits heeft natuurlijk geen ruggen gehad. Je blijft gewoon zitten en staan waar je bent. Het hele bestuur moet gewoon zitten en staan waar ze zijn. En die directeur die moet eruit. Als je een directeur bent die dit toestaat van zijn bestuur, die dus zegt, oké, een deel van onze achterban is gekwetst en daar luisteren we naar en dat andere deel niet, dan ben je gewoon een laffe directeur. Het zou toch helemaal niet juist daar moeten uitmaken of je dat nou wel of niet. Nee, dat die lui van Pride Amsterdam, dat is natuurlijk een soort nieuw parlement geworden van pure correctheid. Hè? Dat zag je ook met die feministen nu, die gaan dan demonstreren en dan zie je een PLO-vlag. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Die komen dus op voor minderheden die niets hebben te maken met dit probleem. En je zou kunnen zeggen dat de mening van Frits een minderheidsstandpunt is en dat we daar juist achter moeten gaan staan.